Hallo iedereen, het is vandaag maandag 16 november en op het moment dat ik deze vlog ga starten weet ik nog niet wat ik ermee ga doen. Of ik het weer als weekvlog ga doen, of ik het een soort van compilatie ga doen, of ik het bij mijn eerste december vlog ga doen. Ik weet ook niet hoe ik december überhaupt in kaart wil gaan brengen, daar had ik het volgens mij in mijn vorige vlog ook al over. Ik ben op het moment de vlog aan het bewerken. Ik zit hier op mijn werkkamertje en ik ben aan het tellen. Oké, fun fact about me. Voor mensen die mij wel of niet kennen, ik weet het niet. Ik heb iets met cijfertjes. En als ik dingen met cijfertjes... Ik weet dat ik vandaag financiën ga doen, dus ik weet niet of het een slimme zet is om nu al in de cijfertjes te gaan zitten. Maar met het editen van mijn video's gebruik ik ook altijd heel veel cijfertjes. Ik begin een beetje trek te krijgen, maar het is pas 11:30. Maar zo ziet zo'n klapblaadje van mij eruit. Super onoverzichtelijk. Maar ik heb nu de eerste dag, dus precies van een week geleden, 9e, bewerkt. Die duurt toevallig 9 minuten. En hij duurde eigenlijk tussen de 12 en de 14 minuten, dus zeg maar 13 minuten. En als het goed duurt het volgende vlogfragment, of de volgende vlogdag, dat is de 11e, die duurt 12 minuten. Nou, daar ben ik denk ik al een half uurtje mee bezig om die te editen. Maar ik wil eigenlijk iets gaan eten. Ik heb al een glaasje drinken gepakt met mijn goede gedrag. Dus ik denk dat ik even van die Waza crackertjes ga pakken. Want dat is wel een goed tussendoortje. Ik heb vanochtend boodschappen gedaan. En donderdag gaan wij Pokeball eten. Zin in. Donderdag komt de PlayStation binnen. Als het goed is komt er morgen mijn molboekje binnen van volgend seizoen van Wie is de Mol. In deze dagen komt ook nog mijn Parfumado pakketje binnen. Dat denk ik ook morgen. Zet er nog meer op de planning? Ik weet het niet. Ik zal eens in de agenda kijken. Ik wil wat afspraken waar ik niet kan vloggen. Ik wil ook nog, ik denk vandaag nog naar de Albert Heijn toe. Om mijn laatste dingetjes te halen. En ik ga vandaag het Good To Go pakket ophalen. Maar dat kan ik denk ik niet laten zien. Want dan hebben we bezoek hier. Veel bezoek de komende dagen. Vind ik iets minder. Maar donderdag en vrijdag heb ik dagbesteding. Dus ik ben benieuwd. Want ik moet ook nog ergens één deze dagen een video opnemen. Dat zou ik op zich woensdag kunnen doen. Minimaal één video en het weekend. Maar ik heb wel zin om te make-uppen. Maar ik weet nog niet of ik het vandaag ga doen. Misschien wel, maar dan gewoon met mijn bril op. Ik weet het nog niet. Ik vind het even lastig. Of alleen misschien ooglookje. Ik heb ook zin om gitaar te oefenen. Vandaag is op zich een vrij rustige dag. Ik heb dadelijk om 2 uur weer een afspraak. Dus ik kan gewoon tot aan de lunch en iets daarna lekker editen. En ik denk dat ik dat ook gewoon moet doen. Want vanavond komt dus iemand bij ons eten. En dan wordt het, heb ik zo'n vermoeden, kan het wel eens laat worden. Maar op zich heb ik morgen ook niet vroeg op de dag een afspraak staan. Pas om 11 uur. Dus ik zou morgen ook me gewoon kunnen opmaken. Dat is misschien beter. Mijn hoofd ontploft weer een beetje. En zo ontstaan er lange vlogs. Want dan komen we dus al achter dat het allemaal één dag eigenlijk in principe een vlog is. Maar ik heb wel het idee dat ik niet veel doe. Dus wat zouden jullie graag in vlogs willen zien? Dan kan ik daar in december rekening mee houden. Zeker omdat ik natuurlijk in december wel veel wil gaan vloggen. Ik denk dat ik dadelijk eventjes, terwijl ik mijn volgende dag ga editen, eventjes een crackertje pak. Misschien maak ik even een refill in mijn glas. En dat ik dan eventjes deze camera aan de oplader leg, want anders zie ik het alweer gebeuren. Dat als ik hem meeneem ergens heen, dat die dan leeg is. Dus ik moet eigenlijk een soort van vast moment om deze camera op te laden inplannen. Ik heb met mijn andere camera wel, omdat die externe batterij heeft. En daar heb ik extra batterijen voor, waar ik er trouwens één van kwijt ben. Dus dat vind ik ook een beetje raar. Misschien moet ik het eigenlijk ook even zoeken. Dat ga ik even doen. Even een pauzetje nemen. Ik was ook al wat Disney villain songs aan het luisteren. Tijdens dat ik alles weer aan elkaar aan het plakken ben. Ik kan gewoon niet stilzitten. Dat is een beetje mijn probleem. Dus dat. Dus ik ga nu eventjes deze camera opladen. Even wat snacken pakken. En dan weer verder met editen. Het is nog een beetje een druilerige dag. Oké, ik heb weer een dag af. En ik zit inmiddels al op 17 minuten of zo. Ik weet het niet. Maar ik ben ook even helemaal in de war. Ik moet eigenlijk een mapje maken met dat dingen die ik heb gehad. Want ik ben nu helemaal in de war. Want ik heb nu de 13e. Maar ik dacht dat ik de 12e nog niet had. Dus ik weet het even niet meer. Ik moet even een pauze nemen. Ik ben ondertussen op het scherm aan het kijken. Ja, dus de 12e moet ik nu. Dus ik snap het even niet zo goed. Waar was ik er blij bij? Is het een alt? Ja, het is alt. Oké, okay, ja, hier was ik geweten. Ik heb daar 2 dagen af en ik stop 17 minuten. Dat is even een tegenvallertje. Ik moet nog 4 dagen. Het is bijna 11:30, dus ik denk dat ik zo even boterhammetje ga kijken. Ik zag dat Vrouwtjes vlog online kwam. En ik wou eigenlijk een vlog gaan kijken, maar hij bleef hangen op de intro. Dus ik weet niet of het er weer aan ons internet ligt. Er ging natuurlijk even iets mis met het editen. Dus ik heb gelukkig heb ik mezelf kunnen redden.
Ik heb een doel, want de volgende vlog gaat met de duur ongeveer 22 minuten als ik goed heb geteld. Die wil ik onder de 10 minuten houden. De van de 13e duren 12 minuten ongeveer. Die wil ik tussen de 5 en de 10. En dan moet de 14e en 15e nog. En ik wil de totale vlog onder een uur houden. Ik moet nu even mijn benen gaan strekken, even wat eten. Denk ik dat ik zo meteen wel weer terug ga. En ik denk dus niet dat ik het vandaag ga redden. Dus ik laat het lekker openstaan. En ik... Misschien ga ik het vandaag ook wel redden. Eigenlijk wil ik nog even tv kijken. Maar ik wil sowieso die 2 dagen nog afmaken. Ik weet het niet. Kaars uitblazen. Ik ga eventjes wat eten. Misschien kan het dan beter functioneren weer. Het is inmiddels bijna 1:30 en ik ben er even een beetje klaar mee. Ik weet dat ik daar nog meer in de getallen moet gaan zitten, dus ik kap er even voor nu mee. Ik moet alleen nog de 14e en de 15e. En ik merk dat deze vlog ook alweer alleen maar over dit editen gaat. En volgens mij ging de vorige ook redelijk veel over editen. Dus ik denk dat ik eventjes... Ik wil dit een video opnemen, maar ik twijfel of ik daar nu genoeg tijd voor heb. Dus ik denk dat ik even shots ga maken van mijn Pando's eyeshadows, want dat vergeet ik dus iedere keer. Dus ik denk dat ik dat nu even ga doen. Ik even een 1/2 uurtje niks doen. Kan ik misschien nog die video opnemen? Weet ik nog niet. Hoeft ook niet per se. Dus ik ga dat even doen, denk ik. Dus ik ga hier de lampen aanmaken. Het is ondertussen wel een beetje licht geworden. Maar ik zit een beetje te verkleumen hier. Eventjes met iets anders bezig zijn. Zoals jullie als het goed is een beetje aan het sfeerbeeld hebben gezien, heb ik mijn ding uitgewerkt. Ik heb daarmee ook eigenlijk alles op papier staan nu wat ik ermee wil gaan doen. Dus ik denk dat ik gewoon de video ga opnemen. En het is niet echt heel denderend. Ja, oké, het is wel denderend, want ik heb pen geraakt. Ik ga gewoon even die video opnemen en ik ga even mijn tablet pakken, want daar staan alle nummertjes in. En ik heb mijn, als het goed is, mijn bestand ook, dus die ga ik ook even bijpakken. Dus ja, ik moet even kijken of ik trouwens het Mulan palet er al in heb zitten. Volgens mij niet. Dus die moet ik nog even toevoegen. Dus dat ga ik nu even doen. En dan ga ik mijn tablet pakken en dan ga ik die video opnemen. In de hoop dat ik binnen 1/2 uur klaar ben. Maar daar ga ik wel vanuit. Oké, ik ben net klaar met een afspraak. En ik was alvast bezig met wat dingen voor het avondeten. En omdat we onverwachts vanavond eters krijgen. En met onverwachts bedoel ik, nadat we het weekmenu hadden samengesteld, is dat pas afgesproken. Ik was even wat pannen aan het afwassen. Wat ik was aan het doen. Wordt het misschien de eerste keer sinds ik mijn Meatless Monday heb. Misschien de eerste keer dat ik me er niet aan ga houden. En ik zit te kijken. En volgens mij heb ik de rest van deze week ook nergens iets... Ja, pasta pesto. Woensdag. Ik kan het woensdag inhalen. Ik weet niet of ik het ooit echt uitgebreid heb verteld. Ik heb er namelijk ooit een aparte video over willen maken. Maar dat is niet echt helemaal gelukt. Maar ik doe nu eigenlijk al sinds... Nou, voor Pasen al doe ik Meatless Monday. Wat inhoudt dat ik op maandag in mijn avondeten, ik pak het zo aan in mijn avondeten, geen vlees verwerk. En dus ook geen nep vlees. Maar we hebben dus pompoensoep uit zo'n pak van de Albert Heijn. Deze met kokos, broodjes. Dezelfde goedkoop broodjes als vorige week. Op dat pak soep stond voor 2 personen. En we krijgen iemand te eten die best wel wat kan eten. Dus ik dacht, we hebben hier nog een blik knakworstjes staan. Dus ik dacht, ik maak die wel even warm. Dus ja, misschien is dit de eerste keer sinds mijn Meatless Monday avontuur. Oké, misschien heb ik ook 1 keer bij mijn ouders niet meatless gegeten. Maar volgens mij wel iedere keer. Ik heb er zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Ook zelfs als we pizza aten, dat ik dan een caprese of zo bestelde. Volgens mij heb ik bij mijn weten, in de alle tijd dat ik dit doe, geen uitzondering gemaakt. Oh, hallo.
Ja, dit wordt dus de eerste keer. Maar ja, gelukkig heb ik nou dus voor woensdag pasta pesto. En als het goed is, zit daar geen vlees bij. Ja, dan probeer ik het op die manier op te lossen. Dus als ik bijvoorbeeld al maandag het niet voor elkaar krijg, om welke reden dan ook. Dan komt mijn vriendje zo thuis. En om 5 uur krijgen we dus eten. En om 5:45 moet ik een broodpakket ophalen. Wat ik dus niet kan laten zien. Maar dat komt goed. Dus dan ga ik even snel naar de wc. En dan denk ik dat ik daar de tafel nog leeg moet halen. Zoveel dingen in één keer nog te doen. Zoveel te doen. Ik leuter te lang. It's a wrap. Het is 17 november. Bijna 9:45. Dus 9:10 en 9:15. En mijn vlog is af. En hij duurt minder dan een uur. Dus ik hoef niet nog een keer eroverheen te kijken. Super fijn. Misschien maak ik mezelf er even snel vanaf. Ik ben blij. Ook omdat ik vandaag best een drukke dag heb. Dus ik ga even lekker verder met het podcastje luisteren. Ik zit trouwens echt heel veel altijd aan mijn gezicht. Dat vind ik echt super irritant. Ik heb nog wat dingen opgeschreven die ik gisteren nog... Waar ik nog shots van moest maken van mijn nieuwe Bendo's eyeshadows invoegingen. Dat ik dan ergens in deze dagen moet er even tijd voor maken. En ik wil nog een update maken van mijn paletroulette. Maar daar zit ik even te denken misschien dat ik dat beter wat later kan doen. Want mijn Bendo's eyeshadows wil ik donderdag. Deze donderdag, dat jullie dit zien donderdag. Van mij volgende week online hebben. Zeg dat goed? Nee, dat is echt helemaal niet goed. Ik ben altijd bezig met die vorige vlog. Die vlog die ik net geëdit heb, die komt maandag online. Het is vandaag dinsdag, dus maandag. En dan wil ik de Bendo's eyeshadows, wil ik de donderdag erna. Zo, praat is moeilijk. En wanneer deze vlog online komt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat de Bendo's eyeshadows update dus hierna wil gaan editen. Holy cow. De render verandert altijd. Meestal gaat hij omhoog na loop van tijd. Ja, hij is nog steeds aan het stijgen. Ik heb zo'n vermoeden dat dit wel langer dan 3 uur kan gaan duren. Kunnen jullie zien wat hier staat? Staat nu 2:22 en het loopt nog steeds op. Ik ben de podcast aan het luisteren, Het Verloren Hoofd. Ik zit er nog niet in, moet ik eerlijk zeggen. Ik hou toch meer van true crime, ook al is dit ook wel een beetje true crime. Hij is trouwens uit december 2019, dus hij is al jaar oud. Ik moet echt mezelf aanleren om meer pauzes in te lassen. Ik heb trouwens ook echt een superleuk idee gezien voor Project Pants om ze op te schrijven. Ja, ik kan er gewoon blij van worden. Even iets anders doen. Even ontspannen. Inmiddels is het 2:30. Ik heb zo'n vermoeden dat dadelijk 3 uur is. Als 2:30 dan zitten we op ontspannen. Ik kreeg trouwens een reactie dat ik druk ben. Maar ik vind het eigenlijk al meevallen. Druk als in chaotisch of druk als in ADHD. Ik vind het meevallen. Maar ja, maar niet. Ik kap er mee voor nu. Hoi, het is nu maandag. Het
is alweer een tijdje geleden dat ik mijn vlogcamera erbij heb gepakt. Maar ik ben aan het breien geslagen. En aangezien ik daar dadelijk obsessief mee bezig ga zijn en mijn vingers echt veel te veel te verduren hebben, overweeg gitaar spelen. Waarom is mijn laptop eigenlijk uitgevallen? Ik dacht ik ga even editen en wat dingetjes opschrijven. Ik was vandaag weer bij Kruidvat. Ik ben echt al 2 keer bij onze Kruidvat geweest en vandaag bij het Kruidvat vlakbij mijn ouders in de buurt. En ik weet niet wat het is, maar ze hebben die kwastreiniger volgens mij niet meer. Ik weet niet of die nog in het assortiment zit of dat die gewoon weg is. I don't know. Dus ik moet dan toch maar echt die bij de HEMA gaan halen. Want die van mij van Ethos die beginnen nu wel een beetje op te raken, as you can see. Ik heb hier nou zo'n dingetje op zitten van Project Pen, maar ik denk dat ik de verpakking wel ga bewaren van Ethos. En dat ik hier gewoon die van HEMA in ga doen. Want eigenlijk vond ik die van Kruidvat natuurlijk wel fijner qua verpakking. Maar op zich, dit is een spray ding. Kan ook wel. Ik weet even niet zo goed wat ik de laatste tijd moet vloggen. Ook omdat ik gewoon best wel druk bezig ben al met Sinterklaas en Kerst inkopen. En ik ben echt, ja, ik heb het al heel vaak gezegd, anti-kerstboom opzetten voor 6 december. Dus daar ga ik ook echt nog niet doen. Ik ben wel druk bezig ook met mijn video's inplannen. En ik heb vandaag deze ooglook gemaakt. En ik wil eigenlijk kijken om iedere dag met een ooglook foto's te maken of dus een video op te nemen en daar een screenshot uit te maken. Ik vergeet trouwens ook echt heel vaak thumbnails te maken. Dat is ook super irritant. Ik vergeet heel vaak het shot te maken voor een thumbnail of iets in die trant. Ik weet nog niet wanneer deze video online komt. Waarschijnlijk als bonusvideo ergens rond de eerste. Want de eerste ga ik gewoon vloggen. En dan ga ik gewoon mijn vlogmus-achtige video's maken. Ja, ik ga denk ik even editen. Ik ga vandaag flespompoen maken die ik dan ga kruiden en dan moet hij in de oven, maar ik denk dat ik daarom eerst moet ik eigenlijk nog wat dingetjes halen. Ik moet nog 2 dingetjes halen die zeg maar de laatste 10 minuten moeten, maar dan zit ik te denken om het pas te doen als mijn vriend thuis is, dus als ik aan het eten ga beginnen of zo, als de eerste ronde in de oven staat misschien, want er kan ook nog een pakketje komen vandaag. Maar omdat ik dus nog dingen wil inpakken en het hier weer helemaal vol ligt, lampjes hangen. Oh, dat is denk ik de laatste keer dat ik iets gevlogd heb. Dus ja, een aantal video's die ik kan opnemen. Maar echt overal liggen briefjes, dus dan ga ik eerst even kijken of ik daarin kan opruimen. Ik zie jullie wel weer als ik iets nieuws te melden heb ofzo. En ik ga nu zorgen dat alle video's die ik wil, die zeg maar van tevoren opgenomen kunnen worden, ga ik zoveel mogelijk al inplannen. Dus ja, daarom ben ik met heel veel dingen tegelijk bezig. En ik merk nu al dat mijn focus vandaag niet optimaal is. Dus ik ga ook niet te lang editen. Het is nu bijna 1 uur. Maar ik moet even mijn pols wel rust geven. En we hebben een PlayStation 5. Die heb ik volgens mij nog niet laten zien. Superleuk. Ik heb Kingdom Hearts gekocht voor de PlayStation 4. De Stories So Far, geloof ik. Zoiets. 4. Oh, mijn pols. En verder ga ik vandaag rustig aan doen. Ik had bewust vandaag niet zoveel gepland. Want vorige week had ik op maandag en dinsdag best veel gepland. En eigenlijk te weinig rust genomen. Toen kreeg ik dinsdag bijna de hele dag nog paniek aanvallen. En dus ik ga kijken of ik misschien vandaag nog een dingetje alvast kan sorteren. En ik moet nog gaan bedenken wat ik nog voor een paar mensen iets kan kopen. Maar ik wil het liefst wachten tot komende vrijdag, maar dat kan ik natuurlijk weer niet. Dat is Black Friday. Dus ja, we zien wel. Oké dan, dat was ik weer. Ik heb dus laatst... Ja, dat weten jullie nog. Zo, kraak allemaal. Dat weet je nog niet. Ik heb trouwens net een dopje laten vallen en die wil ik dus zoeken. En toen kom ik hier mijn doosje tegen met spullen die ik in een video wil testen. En nou weet ik niet zo goed of ik echt proefvideo's wil gaan maken, omdat ik dan gewoon het geduld niet voor heb, zoals nu. Maar ik had dus laatst bij de Action... Ik zeg wel dus alsof jullie het weten. Maar ik heb laatst bij de Action, die video komt nog online, dingen gekocht die ik dus graag wil uittesten. En er staat hier nou, dus ik dacht, ik ga het even uittesten. Ik zat trouwens die fles drinken, maar ik kan dus dat dopje even niet vinden. Ik kan ook goed de camera uitzinken, wat bedoel ik me nu? Hij ligt hier aan de andere kant van de deur. Je ziet trouwens helemaal de glowy die ik heb. Dat is wel jammer. Dat is die steltoon. Oh jawel, jawel, je ziet hem wel. Hij is wel mooi. Ik was even bezig met wat dingetjes maken, maar voor nu ga ik dus gewoon de dingen die ik dus graag wil proeven. Als ik van die losse dingetjes koop. En ik heb geen zicht op andere dagen dat ik meer dingen ga kopen of zoeken. Ga ik het in vlogs behandelen, wil ik zeggen. Er komt dus nog een Action shoplog online. Maar ik zag deze Chupa Chups drank bij de Action. En die zou sparkling moeten zijn. En er zou iets van cream in zitten. Geen idee, iets van melk zou ik staan. Er zit best wel wat suiker in. Maar ik ga hem gewoon proeven nu. Dit is trouwens de melon cream flavor. Ik weet helemaal niet of meloen
van lekkers. Maar ik heb hier net drinken ingeschonken. Het ruikt wel echt super lekker. Beetje chemisch. En een beetje een yoghurt drink. Vind ik minder. Dus ik hoop niet dat het daarna smaakt. Oeh. Mmm. Heel lekker. Ik vind het wel een zomerstrankje. Je proeft echt meloensmaak. Geen watermeloen. Wel gewoon van die groene meloen. Ik ga hem zo meteen in de koelkast zetten. Want anders drink ik hem leeg. En ik wil graag dat mijn vriend ook een beetje gaat proeven. Dus dat zou wel een leuk drankje zijn voor vanavond. Gewoon. Ik weet niet. Ik vind hem wel fancy of zo. Dus voor deze vlog hebben we ook weer iets geproefd. Ik wil ook niet meteen dan alles gaan behandelen. Want dan ben ik dus zo bang dat als ik dus bijvoorbeeld volgende week weer eens iets zie. Dat dan eens alles al op is. Maar dan weten jullie dat in vlogs ik ook wel soort dingen ga proeven. Ik ben nu bezig met mijn maandelijks palet. Disney Masquerade palet. Om daar wat inspiratie looks van op te schrijven. Met in mijn gedachten ook nog wat andere palettes. Maar ik denk dat ik dit gewoon vaker wil gaan doen. Gewoon eventjes zitten met wat palettes of met wat make-up dingetjes. Ik word trouwens al helemaal moe van. Ik dacht ik even voor als ontspanning editen. Maar die video duurt gewoon een uur. Dus dat is niet ter ontspanning even editen. Vriendje kwam net langs. Pokémonkaartje binnen. Yes. Maar ik mag voor mezelf dat pas dadelijk naar kijken. Ik ga nu even gewoon dit doen. Ik heb even een side note gemaakt. Een marker geplaatst van... Ja, ik wil normaal gewoon... Ik weet niet. Waarom duurt een everyday bakje opruimen een uur? Dan leuter ik toch echt te veel. Dan moet ik echt iets aan gaan doen. Dat een vlog een uur duurt, die snap ik nog. Zeker als die van bijna een maand is. Maar een everyday bakje opruimen... Nou, moet ik echt de komende week of komende maand iets aan gaan doen. We zitten pas in november, maar ik ben toch al bezig met dat palet. Ik weet niet waarom. Ik vind het gewoon leuk. Ik ben gewoon leuk! Dus ja, de everyday bakje moet ik nog doen. Oh man. Ik weet dat ik hier eigenlijk liefst 2 dagen gewoon achter elkaar mee bezig wil zijn. Maar morgen kan ik niet aan werken, dus dan is mijn motivatie wel iets minder. Maar als ik zo kijk, dan zie ik wel dat ik dan anders... Hoe zeg een donderdag heel hard moet gaan dikkelen. Want ik moet vrijdag mijn computer meenemen. Ik heb lekker bananenchips. Het is zo goed dat ik geen etels om de hoek heb zitten. Want kijk hoe schattig deze kerstcollectie eruit ziet. Tenminste, ik neem aan dat het een kerstcollectie is. Wintercollectie. Zo schattig. Ik zou het alleen al willen hebben voor de verpakking. En heel techniek.
Ook leuk. Leuk om het zo in te pakken. Ik ben volgens aan het kijken. Het is zondagavond. En ik moet deze vlog nog een beetje opvullen, heb ik het idee. En hieronder ligt een verzameling met papier. Hier ligt een stapel die naar mijn buurmeisje moet. Buurvrouw. Vriendje. Bijna buurvrouw. En ik vind folders kijken altijd heel leuk. Maar waarom wacht ik er altijd mee? Omdat het dan niet leuk is. Misschien ook wel dat ik dan nu denk, ja, gooi het weg. Gooi het weg. Oh, lekker vitaminetjes. Maar het is echt niet goed voor me dit. Oké, het is vandaag de laatste dag van november. Het is maandag en dit wordt ook de laatste vlog van... vlogfragment van deze video. Of in ieder geval de laatste dag. Ik ga vandaag beginnen met editen. En mijn dag verloopt nu al heel anders dan ik had verwacht. Ik heb net even een error gehad waar ik niet te veel over ga vertellen. Omdat er ook gewoon andere mensen mee gemoeid zijn. En ik dus niet de hele context kan vertellen. Maar ik heb even een tijdje lopen janken. Ik zat er even helemaal doorheen. Ik vind een minderwaardigheidscomplex vind ik een beetje raar klinken. Maar, oh, mijn ogen doen echt pijn nu. Ik vind ook nog een beetje een restje mascara, waardoor ik echt gewoon... Dan krijg ik neiging om aan mijn wimpers te gaan plukken, maar dat moet ik niet doen. Ik heb zelf een heel groot pestverleden. Waardoor ik eigenlijk ook nu in therapie ben. Maar ik had even ook daarin een beetje een terugval dat ik... hoe ga ik dat zeggen zonder te veel achtergrondinformatie van te geven... ja, in ieder geval alles wat er gebeurde kwam even 10 keer zo hard binnen. Wat sowieso al kan zijn als je autisme hebt. Ik betrok het daardoor ook heel erg op mezelf. Dus ik had zoiets van, ja oké, ik doe weer alles fout. En ik heb net even geprobeerd om even niks te doen. Ik had vorige week en deze week bij het boodschappen doen van Jan Linders 2 kinderboeken gekregen. En die ga ik morgen aan mijn begeleider geven. Want die heeft jonge kinderen... En het zijn Sinterklaasboeken, dus je hebt me net even snel zitten lezen. Want dat vind ik gewoon leuk. Even niet te veel moeilijkheid. En ik wil even een koekje bakken. Het is brownie koeken gebakken. En ik denk dat ik even een stukje ga pakken. Ik vind een halve te veel. Dit is een halve. Dus ik ga even een stukje afbreken. Ja, ik ga daar ook nog editen. Dus ik... Maar ik ga het echt niet goed samen eten en koekje. Of eten en filmen. Ik denk dat ik even hier aan tafel ga zitten. Want het is echt super koud vandaag. En tot komende nacht wordt het warmer dan dat overdag is. Volgens mij is nu de temperatuur een beetje boven nul aan het raken. Dus op mijn kleine kamertje is het heel koud. Plus, daar is een galerij, dus daar kunnen mensen langslopen. Ik heb gewoon even geen zin in mensen. En ik wil dadelijk de adventkalender gaan opzetten. Een browniekoeken gemaakt en die zijn echt heel lekker. Maar dan moest dus melkchocola moest je op een marie smelten. En dan moest een stukje pure chocola erin. Maar ik vind hem gewoon te, ik weet niet, een beetje alcoholisch smaak of zo. Wel heel lekker verder, maar ik denk dat ik daar eens mee ga experimenteren om bijvoorbeeld... Zal het karamelstukjes erin te doen of zo, ik weet niet. We zullen vast wel weer chocoladeletters krijgen rond deze periode. Of met kerst, omdat ze dan natuurlijk een uitverkoop zijn. En trouwens, voor een vriend van ons hebben we ook een chocoladeletter gekocht. Dus dat is superleuk. Ga ik daar nog inpakken. En dan ga ik denk ik het kerstdorpje opzetten. Dus dat wordt ook wel leuk. Ja, ik ga denk daar deze vlog even editen. Ja, ik zit er een beetje even doorheen. Moet me er even overheen zetten. Nu ben ik weer wat rustiger. Ik denk dat ik dadelijk ook een slinger voor de vogeltjes ga maken. Dit is hier zo ons balkonnetje. Dat is echt super klein. We hebben daar zo'n soort zeil. Hier is een regenpijp. En als we daar wat balletjes aan maken, kan ik die daar weer aan vastmaken. Want we hebben nu hier op het tafeltje een bord met zaadjes ding liggen. Vorige week zei mijn vader, hey, je bent iets vergeten. Ik zeg, ja, wat mijn bord binnen te zetten. Papa zo nee, bestek neer te leggen. Ja, dat is echt mijn humor. En speaking of mijn humor, ik was dus laatst video's aan het editen. En soms dan wil ik mezelf gewoon gaan aanvullen. Of dan wil ik het kanker niet laten om een bepaalde tekst er neer te zetten als grapje. Bijvoorbeeld, ik merkte in mijn Action Shop blog, die moet nog online komen. Die komt volgende week donderdag online. Als ik me niet vergis, dan de 10e. Daar zeg ik dus per ongeluk heel vaak dingen die rijmen. Dus bijvoorbeeld, nasi hihi of zo, weet je wel. Ja, dat vind ik dan weer heel grappig. Daar kan ik echt heel erg om lachen van, ah, dat ruimt. En ik was laatst een video van Vrouwke aan het kijken. Van Vrouwkje. Voor mensen die mijn afkortingen niet kennen. Of misschien vindt Vrouwkje dat helemaal niet leuk als ik afkortingen gebruik. maar dat was ook wel grappig, want iedere keer, ik ben gewoon zo op haar ingespeeld dat het gewoon net lijkt of ik met een vriendin ergens over aan het praten ben. En nou, Vrouwkje zocht dan mijn, ze zei in haar video's dat ik haar vlogvriendinnetje ben. Ik zeg YouTube vriendinnetje. Het is natuurlijk wel onze gemeenschappelijke interesse. Ja, beauty ook. Maar we hebben elkaar eigenlijk leren kennen via YouTube. Dus net als dat je een schoolvriendin hebt, is Vrouwkje mijn YouTube vriendinnetje. Maar dat is wel grappig, want ze zei dus iets van, oh, hoe heet dat? En dan zit ik gewoon op de bank en zeg ik... Bijvoorbeeld, even een slecht voorbeeld, maar... Oh ja, Almond, wat is het ook weer? En dan zit ik zo, Amandel. En
net nadat ik dat zeg, dan zegt zij amandel of tegelijk ooit. Dus ik vind het zo grappig dat wij daarin ook wel een beetje op één lijn zitten. En ooit de Brabantse humor die er ooit tussendoor komt, ja, ik vind dat gewoon heel leuk. Ik kan daar gewoon erg om lachen. Misschien moet ik daar ook even een video van vrouw gaan kijken om even mijn gedachten te verzetten. Maar ik denk dat ik dus nu eerst even ga editen en even, of in ieder geval bestandige overzetten, bestandige controleren. En dan misschien wat ga inladen. En misschien nog een video uploaden. En ondertussen kan ik dan een video van vrouwtje kijken. Ik had trouwens een rare reactie gekregen onder mijn vorige vlog. En ik heb maar meteen als spam gerapporteerd. Maar ik weet ook niet of die dan meteen verwijderd is. Dus daar, want dat is een gedoe. Je kan dus zeg maar een gebruiker rapporteren. Een bericht als spam doen. En je kan een reactie verwijderen. Maar ik wil vaak gewoon iemand als spam rapporteren. Rapporteren, spamreactie, persoon rapporteren, blokkeren, hoe je het ook wil noemen. En de reactie verwijderen. Maar volgens mij gaat dat niet. Of je moet dan een bepaalde volgorde hanteren. Mocht je weten wat die volgorde is, let me know. Want ik ben heel erg benieuwd. Ik ga 1 en 2 december samen doen. Dan verwacht ik dat dat niet heel boeiend gaat zijn. Dan ga ik 3, 4 en 5 denk ik. Dan hebben we Sinterklaas erbij. En op 6 december, die komt dan in de vlog ernaast. Wordt de 3e december vlog. Vlogmusachtig Eline-stijl. De 3e december vlog. Daarin ga ik dus op 6 december de kerstboom opzetten. Waarschijnlijk 6 december. Is een zondag, dus. Maar mijn vriend die wil niet altijd even graag in beeld. Dus ik ga even aan hem vragen van tevoren wanneer hij wel of niet in beeld mag. En anders dan wordt het gewoon, ja, stukjes of zo. Maar ja, hetzelfde geldt gewoon voor eigenlijk al mijn vlogs. Soms is mijn vlog heel druk en soms minder druk. Maar ik kan echt niet wachten om adventkalenders open te maken. Ik heb ook nog Pokémon kaartjes, die kan ik ook openmaken. En ik zie een vogeltje. Oh, jullie moeten even zien. Dan. Oh nee, dan kwam er een auto en dan vloog het vogeltje weg. Ik heb het nog maar gewoon daar neergelegd, anders weet ik gewoon van mezelf. Dan ga ik lopen stressen omdat het niet lukt. En dan ga ik panikeren. En dan word ik agressief. En dan ga ik gooien met dingen. En dat willen we niet. Dus ik even dit onderste gedeelte bij de vuilnis gooien en het bovenste gedeelte bij plastic. En daar heb ik 2 handen voor nodig. Ik zet jullie even op de overwand. Oh nee. Er zitten allemaal nootjes nog. Pitjes, niet nootjes. Oh ja, en ik zal jullie updaten in mijn vlogs, maar over mijn breien. Dat weten jullie helemaal niet, want die video moet dus nog online komen. Mijn eerste werkje is een soort kleedje geworden. Het is echt heel mooi wol dit. Ik wou er eigenlijk een sjaal van maken, maar ik heb denk ik te breed opgezet. Ik had ergens gelezen dat je 40 steken ongeveer nodig had om een sjaal mee op te zetten. Dat is best wel een beetje bullshit, want ik was nu bezig. Nou, ik had iets van 23 opgezet of zo. En dat is deze. En dit is ook toch een goede breedte, gewoon als sjaal. Dus misschien ligt het ook aan welke pennen je hebt, ik weet het niet. Maar dit is update 1 en ik word gebeld. Oké, ik heb vandaag niet echt iets gedaan. Maar ik ga nu de adventkalender. Hier ga ik proberen de adventkalender te installeren. Maar ik weet niet of het gaat passen, want ik weet niet of er een logica in zit. Maar ik heb er zin in. Het is nu al wel 3 uur geweest. Ik vind het heel moeilijk om even niet zoveel te doen op een dag. Ik heb ook nog niet geëdit. Maar ik heb op principe dan morgen ook nog voor. Dus ik ga, en vanavond. Dus ik ga even kijken hoe ik dit dorp geïnstalleerd krijg. Want misschien moet ik het wel in de doos installeren. Ik weet het niet. Dit gaat niet met één hand. Jullie, ik laat jullie direct zien hoe het is geworden. Het ruikt echt super lekker. Ik snap er niks van. Volgens mij moet het gewoon in de doos. Kijk hoe mooi deze doos is. Maar volgens mij moet je echt alle cadeautjes er zelf in proppen. Maar dan weet ik toch al wat ik krijg. Of zit het ingepakt? Open the advent calendar and prepare all the items next to it. Turn the cover over so that you see all the line with dots and circles, blah blah blah. Kijk dan. Oh, alles zit volgens mij wel in doosjes. Oh, gelukkig. Alles zit in doosjes. Maar, mogen ze eerst al het doosje eruit halen? Want dit is de onderkant of zo. Super stom, want ik vind deze zo leuk. Of moet ik misschien deze als achtergrond gebruiken? Ik ga even kijken hoe ik dat dan hier moet indelen. Want dit gaat natuurlijk nooit passen. Ja, zo past het wel. Plantje hier weer. Deze is zo. Oh. Een beetje rommelig hier. Ik ga even kijken of ik alle cadeautjes eruit kan halen. Dat is leuk, dan ben ik even creatief bezig. Maar dan moet ik wel iedere keer voor een volgende stap daarheen lopen. Oh, wish me luck. Het is een heel kerstdorp hier. Ik snap het niet. Ik moet deze kant, maar ik ga er even lezen. Ik snap het nu. En dit is niet een handig moment om in error te belanden, want nu ligt alles vol. Dus ik ga even lezen, maar hier zit een hele vouw. Dat vind ik niet mooi. Ik moet in ieder geval deze kant dadelijk boven hebben. Daar moet denk ik dat dingetje, maar die ben ik nou ook alweer kwijt. Oh, ligt hier. Nou ja, ik doe eerst de... Jeetje, wat een moeilijke puzzel dit. Oh, zoveel stappen. Als het hier
Easy to set up settings. Steps. Nou ga ik misschien eerst dat lezen. Misschien dat dat makkelijker is dan deze wagen. Deze wagen ziet al. Kijk hoe schattig. Zo cute. Oké, ik stress hem helemaal. Want ik zat te lezen en ik dacht stickers. Maar deze zaten nog in het doosje. Gelukkig had ik hem nog niet weggegooid. Ik dacht dat ik geen stickers had. Dus ik dacht echt, oké, ik ga filmen. Dat ik toch een error krijg omdat ik geen stickers heb. Maar volgens mij moet ik dit alsnog dadelijk omdraaien. Want hier, oh jee, daar gaat vallen. Hier zitten dus de nummertjes. Dus ik ga even deze op de grond leggen. Even kijken hoe ik dan alsnog die sticker dingen. Want hier moet dadelijk dat ding doorheen. En ik denk, volgens mij moeten hier dan op die sterretjes lampjes komen. Ik ga nog even lezen dadelijk. Dus hier moet dadelijk de adventkalender inkomen. En dit wordt de achterwand. Wat ik super schattig vind met die boompjes. Maar dat heb ik al 10 keer gezegd. Maar de stickers zijn dus gevonden. Dus ik heb helemaal geen stress. En ik was een video aan het kijken van iemand van wie ik dit jaar al vaak adventkalenders heb gezien. Een Vlaams, Belgisch, sorry voor de Belgen onder ons. Dat wij Nederlanders altijd tegen iedere Belg een Vlaming zeggen. Of Vlaams. Maar dat is hetzelfde als dat jullie ons Hollanders noemen, oké? Van Like Lindsay. Want ik dacht, ik wil gewoon weten hoe ik hem in elkaar zet. Dus ik ga kijken of ze hem ook in elkaar gaat zetten. Als dat niet zo is, klik ik hem gewoon meteen weg. Want helaas staat hier allemaal dingen op de verpakking wat erin kan zitten. Maar zij is die dus, heeft hij dus geunboxed. Dus mocht je wel willen weten al eerder wat erin zit, dan raad ik je aan om die van Lindsay te kijken. Dit is haar titel. Dit is haar kanaal. Duurt 27 minuten. Maar is nu al 2,5 minuten aan het praten. Maar dat is niet erg. Heel leuk meisje. Heb ik dit jaar dus al meer adventkalenders van gezien. Is wel lastig, want ze heeft een beetje dezelfde smaak als ik. Zat er ook weer van Yves Rocher. Die heb ik gekeken toen ik die van mij aan het bewerken was. En ze heeft wel meer adventkalenders. Volgens mij ook van Charlotte Tilbury heb ik gezien. Die van Mac heb ik nog niet gezien. Maar ze heeft ook vlogs. En eigenlijk kom ik dus haar kanaal meer keer tegen. Dus even shout-outje naar haar. Mocht je wel willen weten of andere adventkalenders willen zien. Mocht je meer adventkalenders willen zien, Vrouwtje maakt ook adventkalender video's. En instructies volgen, maar ik heb in ieder geval de dingetjes gevonden. Dus ik hoop dat ze nou wel die agenda kalender in elkaar gaat zetten. Ik ben moe. Valt jullie op? De camera ziet er best leuk uit, Noens. Kijk dan naar mijn schermpje van mijn camera. Kort eruit. Die is echt goed gelukt, die. Ja, vreemd het bij de andere nieuws. Als je er zo blij mee bent. Maar er is geen ander eind van de kabel. Misschien heb ik verkeerde bochtjes, maar ik weet het niet. Misschien heb ik een verkeerd kabel. Je kunt het niet opnieuw doen, omdat je bang bent dat die plakketjes niet meer... Ja, die zaten dus sommige al... We kunnen het toch in principe gewoon met het plakband. Ja, weet je, als we later denken dat we opnieuw gaan maken, gaan we opnieuw maken. Dan doen we een keer samen, maar nu niet meer. Het staat nu in ieder geval schattig, kan morgen eerst een vakje opmaken. Ja, ben je er blij mee? Ja, moet ik wel geduld hebben.